Welkom bij een nieuwe aflevering van Top Talent Dressage Talent Uitgelicht. Deze aflevering zijn we afgereisd naar het Flanders Dressage Event, waar onder andere het Belgisch kampioenschap op programma stond. Het BK werd verreden door de paradressuur, de children, de junioren, de young riders, de U25 en de senioren. Daarnaast waren er ook een aantal show-elementen, waaronder een battle voor jonge paarden en een battle op lichte tourniveau. Vandaag in de aflevering het Flanders Dressage Event, waar onder andere het BK werd verreden. Nico Nijssen, gefeliciteerd. Belgisch kampioenschap. Vandaag een hele mooie tweede plek. U25 rijden met jouw paard Sauvage. Ja. Normaal gesproken, als we hier zo zijn, de ponycombinaties komen hier aan de start. De junioren, young riders. Dus eigenlijk zien we altijd mensen wel doorschuiven. Maar dit is voor jou het allereerste BK en dan ook gelijk in de U25. Moeilijke klasse. Ben jij later in de paarden gestroomd? Heb je het altijd rustig aangedaan? Kan je iets vertellen waarom je eigenlijk nooit bij de jeugd hebt gereden? Ik ben vooral de hele periode heel onzeker geweest over mezelf en over mijn rijden. En door mensen die me geholpen hebben, ben ik eigenlijk zelf zekerder geworden en ben ik toch eigenlijk van start gekomen. En met mijn paard ben ik eigenlijk samengegroeid naar de Grand Prix. En dan hadden we besloten om Grand Prix te starten. En ja, zo ben ik eigenlijk uitgekomen. Naar de Grand Prix. Nou, de eerste dag derde plaats, vandaag de tweede plaats. En dan hebben we natuurlijk nog de afsluitende kuur op muziek. Dan gaf je net al eventjes aan, je start nu voor het eerst U25 op het BK. Je hebt één paard mee, ja. Maar je hebt er nog eentje die je uit kan brengen in de U25. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, dankzij mijn papa en de mensen die me nog helpen, heb ik nog een paard klaarstaan voor de U25, waar ik nu recent ook mijn internationale selectie mee gehaald heb. En ja, daar heb ik wel goede hoop voor dat paard. Dat is nog een jong paard? Ja, die is nog jong. Hij is 8 jaar oud. Dus die heeft nog een grote toekomst. Nou goed, hier op het Belgisch kampioenschap kom je er met één aan de start. Je hebt er nog eentje, maar je gaf net al eventjes aan. Je bent eigenlijk gewoon dag in dag uit continu met de paarden bezig. Ja. Ik rij eigenlijk dagelijks 6 à 8 paarden. Dus het is eigenlijk alleen mijn beroep een beetje paarden. En dan nog lessen geven. Dus het is altijd druk. Als ik zo begrijp, je geeft natuurlijk les, je hebt een aantal paarden die je rijdt, je maakt hier werk van. Ik neem aan dat er dan ook wel een stukje aankoop en verkoop van paarden bij zit. Ja, wij verkopen ook regelmatig paarden naar het buitenland. Dat is een beetje, maar het meeste van al lopen ze zo lang mogelijk door tot naar de Grand Prix te trainen en dan pas naar de verkoop toe. Nou, in ieder geval zondag nog eventjes knallen in de kuur op muziek. Ik denk dat mensen jou in de gaten moeten gaan houden. Dankjewel dat je even tijd maakte. Geen probleem. Soraya Brison, wij zijn hier nou al 4 keer geweest op Belgisch kampioenschap. Je hebt alle jaren meegedaan. We hebben je eigenlijk nog nooit gesproken. Dit jaar in de U25. De eerste dag op jouw verjaardag een mooie tweede plaats. Je hebt nu net gereden met Giorgio Armani. Volgens mij ben jij heel tevreden, want het zag er echt heel goed uit. Ja, ik was heel blij. Juist een klein foutje in de wissels om de 2, maar hij heeft wel de serie blijven springen. Dus ik ben echt heel blij. En iedereen, toen ik buiten kwam, was iedereen echt direct van, je hebt een goede proef gereden. Je hebt echt heel goed je best gedaan. Mijn trainer, Jeroen, de teamchef, die was ook heel blij. Mijn mama stond op de VIP, die was al teken aan toen. Maar ja, je hebt heel goed gereden. Dus ik was echt wel heel blij. Dat ook iedereen zo enthousiast naar mij toe kwam van, je hebt echt goed gereden. Dat doet wel eens deugd, om zo die bevestiging te krijgen na die proef van, je hebt dat echt heel goed gedaan.
Nou is het natuurlijk voor jou best wel een hele drukke periode. Vandaag de tweede proef, je krijgt nog de kuur op muziek. En dan is het zondagavond naar huis en dan maandag weer door naar het EK. Want jullie hebben als team zijnde natuurlijk een U25 team wat ook op het Europees kampioenschap uitkomt. Hoe handel jij dat allemaal? Hoe doe je dat thuis? Hoe doe je dat met je werk? We gaan dus zondagavond naar huis. Ik heb geluk dat mijn vriend eigenlijk heel graag helpt met die paarden. Hij heeft ook een C-rijbewijs, dus we gaan maandagmorgen vertrekken om tussen 8 en 9 om zo op tijd toe te komen aan de stallen. Ze gaan morgenavond naar huis rijden samen met mijn ouders en mijn zus. We gaan uitladen, we gaan alles wassen. Terug alles inladen, zorgen voor dat die camion klaar is en terug vertrekken. En ja, eigenlijk in de week met mijn werk is dat gewoon zien. Zeker met het warme weer de afgelopen weken hebben we echt voor gezorgd dat we 's morgens tussen 6 en 7 de paarden al reden of eventueel tussen 9 en 10 s'avonds. Maar het is heel veel combineren. Maar ik heb heel veel geluk dat mijn ouders daar heel hard achter staan en dat ik ook een vriend heb die mij daar echt wel in steunt. Ja, want het is natuurlijk nu eventjes vandaag. Nou, je hebt al vroeg gereden, dus je kan redelijk rustig aan nog doen. De kuur op muziek morgen, wat kunnen we daar verwachten? Ik hoop dat hij goed loopt, want ik heb de kuur een klein beetje aangepast om de moeilijkheidsgraad een beetje omhoog te krijgen. De muziek is hetzelfde gebleven, maar ik hoop eigenlijk dat ik er heel hard van kan genieten en dat hij echt wel zijn best doet en dat hij alles goed doet. Dat hoop ik gewoon, dat is het belangrijkste voor mij. En heb je de kuur ook aangepast omdat je ook naar het EK bent uitgezonderd? Of had je zoiets van, nou, hij is er nu gewoon aan toe en ik kan de moeilijkheidsgraad iets omhoog doen? Ja, ik had het eerste jaar dat ik U25 reed, had ik een kuur gemaakt en die was toen eigenlijk te moeilijk. Dus had ik de kuur aangepast met de oefeningen en hadden we die simpeler gemaakt. Maar nu voel je ook dat in die proef van eigenlijk, ja, het gaat allemaal. Het gaat makkelijker, het gaat vlotter. En had ik gezegd tegen mijn trainster van, ja, kijk, als ik die nu eens aanpas en de moeilijkheidsgraad omhoog doe. En zei ze, ja, weet je, we gaan dat gewoon proberen. Als je het niet doet, weet je het niet. En daarom heb ik het gewoon aangepast, ook richting Belgisch kampioenschap toe. En inderdaad, naar het Europees kampioenschap moest ik in de finale zitten, zou ik wel, ja, die moeilijkheidsgraad, dat is belangrijk dat dat omhoog is eigenlijk. Nou, in ieder geval, dankjewel voor nu. Doe relaxed, rustig aan, want er komen nog drukke dagen aan. Heel veel succes in de kuur en natuurlijk op het EK heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Suraya Hendricks, de kersverse winnares van de Central Oceans Battle voor Jonge Paarden. Die hier voor het eerst wordt gehouden op het Flanders Dressage Event. Vorig jaar natuurlijk al lichte toerniveau. Jij kwam hier al naartoe om natuurlijk mee te doen aan het BK Young Riders met jouw twee toppers. Jonge paardencompetitie, je hebt echt een fantastische vijfjarige merrie. Heb je die meegenomen om te zeggen van, nou, ik ga even een trainingsrondje doen omdat het BK natuurlijk volgende week start? Of had je echt zoiets van, nou, ik doe hier aan mee en ik wil ook gewoon echt winnen? In eerste instantie eigenlijk als trainingsrondje, omdat ze vanaf mei niet meer op wedstrijd is geweest. En ik had deze proef ook nog nooit geoefend. Dus ik dacht van, het is misschien wel handig als ik ze daar nog een keer in de ring en eens kijken wat ze doet. Maar toen ze hier kwam en ze deed eigenlijk zo goed, dacht ik, ja, ik wil dat eigenlijk toch wel hebben. Ja. En er is natuurlijk eigenlijk een andere opzet als een normale wedstrijd. We zijn hier natuurlijk begonnen op de woensdag met de duo's, vier duo's. Iedere keer valt er een combinatie weg. Dus je was vandaag met Kitty dan nog over in de finale. Hoe ga je dan zo'n finale in? Op zich had ik niet echt veel stress, omdat ik het in eerste instantie nog als training zag. Maar als ik dan Kizzy zag inrijden, dan dacht ik toch van, ze is toch ook wel goed. In, ja, je staat er dan zo dichtbij. Dus ik dacht, eigenlijk wil ik het toch wel halen en ik ga toch proberen het beste van mezelf te geven. Ja. En heb je dan ook nog een klein beetje extra druk dat, want het is natuurlijk een show element, uiteraard is het natuurlijk een competitie. Central Oceans, de sponsor, die heeft natuurlijk best wel een mooie prijzenpot voor alle, ja, eigenlijk de deelnemers. Heb je dan ook nog zoiets van, nou, ik wil toch eigenlijk toch wel heel graag winnen? Ja, dat speelt natuurlijk wel een rol, ja, dat die prijzen zo mooi zijn, dus ja. Dat zeker, ja. Nou, is het nu voor jou voor de rest een trainingsdag? Morgen is natuurlijk de laatste dag voor het BK Young Riders, waar je natuurlijk met Dear Friend 2 en Black Beauty, ja. Gisteren natuurlijk 1-2 was, dag 1 was je 2-3. Ja. Wat gaan we verwachten in de kuur? Ja, ik hoop natuurlijk dat super goed gaat verlopen. Dus ik kan een beetje heet worden, maar normaal gezien moet ik alles onder controle zien te houden. En vorig jaar was het natuurlijk succesvol bij de junioren. Toch de overstap gemaakt naar de Young Riders. Nou, Dear Friend 2 is natuurlijk eigenlijk nog maar heel erg jong. Hoe was jouw verwachting om zeg maar nu al de Young Riders in te gaan met zo'n jong paard? Het begin van het jaar waren we niet zeker of we hem wel zouden starten, omdat hij nog zo jong was. Maar op zich deed hij alweer die oefeningen eigenlijk best wel gemakkelijk. En we dachten, ja, hij moet toch mee. Dus dan hebben we hem gewoon dus nationaal gestart. En dat ging gelijk eigenlijk al heel goed.
En ja, dan zijn we toch zo stiltjes aan begonnen met de internationale. En uiteindelijk is hij de andere toch weer net wat boven te gaan. En ja, ik had niet verwacht dat hij het hier nu ook al zo goed ging doen, maar ja, ik ben er heel blij mee. Ja. In ieder geval is het gewoon nog even knallen in de kuur. Plaats 1, 2 of 3, dat kan het worden, want het gaat even tussen jou en Floren. Ja. Heel veel succes en we gaan het morgen nog zien. Dankjewel. Ja, dankjewel.